Welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal en dit is een nieuwe Let's Get Better video. En in deze videoserie beoordeel ik foto's van jullie die jullie in mijn Facebookgroep hebben gepost. En dat is de Facebookgroep, die heet ook Let's Get Better. Ben je nog geen lid, kijk dan even in de beschrijving. Kun je lid van worden, kan je 1 keer in de 2 weken een foto plaatsen die jij gemaakt hebt. Dan kan die beoordeeld worden door andere leden in de groep of door mij in de video. En dat is wat ik vandaag weer ga doen. Ik ga vandaag 7 foto's beoordelen. Ik heb naar jullie feedback geluisterd. Sommigen zeiden doen er maar wat meer. Anderen zeiden nee, ik vind het wel goed zo. Dus ik ga nu proberen 7 foto's te beoordelen. En die ga je ook weer hier naast mij op het scherm zien. Dus ik hoop dat jullie er weer iets aan gaan hebben. Veel plezier met kijken alvast. En dan gaan we nu snel door naar foto 1. Net als in de vorige aflevering kijk ik weer op mijn telefoon naar de foto's die jullie gemaakt hebben. En geef ik daar feedback op. En de eerste foto is deze foto van Sarah Hornaert. Ik moest allereerst heel erg lachen om de hond. Hoe erg zo opgefluft hij daar zo zit. Heel schattig, vond ik heel erg leuk. Het is een super lieve foto, heel leuke pose. Je bent ook heel erg mooi laag gaan zitten. Waardoor de scherpte heel erg mooi wegloopt. Dat vind ik heel erg goed. De instellingen zijn waarschijnlijk ook zeker goed geweest. Want het is een mooie onscherpe achtergrond. Alles is scherp. Dus wat dat betreft vind ik het gewoon echt een super goede foto. Het enige waar ik zelf een beetje wat minder vind is de achtergrond, de kleur rood. Het is namelijk een beetje een soort ja, bietjesrood, zeg maar paarsrood. En dat is een kleur die je niet zo heel snel in de natuur terugvindt. Dus ik vind het een heel klein beetje onrealistisch. Dus wat ik zelf zou doen is iets meer verschillende tinten rood in de achtergrond brengen. Dat doe ik ook meestal als ik de achtergrondkleur verander. Dan zet ik met een brush wat meer oranje-rode vlekken en wat meer rood-rood, wat meer geel-rood. En dan op die manier heb je een wat natuurlijker effect. Dat vind ik dus zelf persoonlijk altijd wel iets mooier. En hij loopt ook redelijk hard over van de grijze voorgrond naar het rood. Waardoor het er ook een beetje onrealistisch uitziet. Maar misschien was dat wel het gras en hoort dat zo, dat weet ik niet. Maar ik vind hem dus zelf ja, eigenlijk gewoon heel mooi, alleen had ik het... de achtergrond iets realistischer bewerkt. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. En ik weet ook niet of je het wel realistisch wilde houden of niet. Maar in elk geval wel echt een onwijs lieve foto. De tweede foto is van Patty Curvers. En Patty heeft net een 70-200 mm en daar heeft ze mee geoefend. Nou, allereerst super knap dat dit al dan tijdens de tweede sessie eruit is gekomen. Want het is zo moeilijk om actiefoto's te maken. Zeker als een hond zo voorbij komt, want dan moet je meebewegen. Dus ik vind het echt heel knap al dat hij zo scherp is. Ook omdat je diafragma 2.8 hebt gebruikt, dan is het nog moeilijker. Wat ik ook heel goed vind is dat je ruimte hebt gelaten aan de kant waar de hond oprent. Maar daardoor staan zijn poot en zijn staart er net niet op. En dat vind ik wel echt heel zonde. En dat zorgt er ook een beetje voor dat hij ja, wat uit evenwicht is. Dus dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, ja, het is al zo knap. Wat ik je als tip daarvoor kan geven is om, als je het nog lastig vindt om een goede foto te maken tijdens actiemomenten, om dan wat meer uit te zoomen en dan in je bewerking te kroppen. Dus dan heb je wat grotere kans dat de hond er helemaal op staat. Dus dat is een tip die je misschien de volgende keer zou kunnen proberen. De volgende foto is van Sanne en Sanne heeft hier een zelfportret gemaakt. Nou, super leuke foto vind ik. Dit had zo uit een gewone professionele fotoshoot kunnen komen. Hele lieve pose. Ik vind het hele mooie kleuren. Ik vind het heel goed dat er heel veel diepte in zit. Het statief stond dus heel laag. Dat vind ik heel mooi. De scherpte loopt heel erg mooi weg. Wat je volgende keer kan proberen is een iets groter diafragma. Want je zoontje is net niet helemaal scherp. Omdat hij dus voor jullie tweetjes zit. Dus een iets kleiner diafragma, sorry. Maak ik zelf ook die fout. Een kleiner diafragma en dus een groter getal. Zodat je iets meer scherp hebt. En daarnaast zou ik ook voor een iets langere, snellere sluitertijd kiezen. Zodat je de beweging wat beter vast kan leggen. En wat ik nog als tip kan geven als je je gezinnetje wil vastleggen. Is dat je eerst gewoon je man en je kindje neer kan zetten. Daar stel je dan op scherp. En dan zet je het schuifje van automatisch scherpstellen op manueel scherpstellen. En dan verplaatst de scherpstelling niet meer. Dan kan je er gewoon bij gaan zitten. Dus dat is moeilijk als je in je eentje bent. Want dan heb je niks om op scherp te stellen. Maar ben je met meerdere, dan kan je dat heel goed doen. Dus dat is een tip die ik je nog kan geven. De volgende foto is van Pinaar Olivier. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Hele vette foto vind ik dit. Echt heel gaaf. Ik ben echt jaloers gewoon. Super mooi, zacht, dromerig, sfeervol.
ja, ik vind hem echt prachtig. Ik vind de bewerking ook heel mooi zacht. Misschien had ik hem zelf nog iets frisser gemaakt. Want ik vind hem nu wel redelijk vlak qua kleur. En had ik misschien ook wat meer met lichtbronnen nog gedaan op de achtergrond. Om het iets ja, dynamischer nog te maken. Want nu vind ik hem dus wel heel vlak, zeg maar. Maar ja, ik heb nog nooit zo'n foto kunnen maken. Dus heel erg vet. Volgende foto is ook een heel ander soort foto dan ik zelf zou maken. Die is van Jurgen van Hes. En die heeft zijn eigen tackle gefotografeerd. En ik vond hem zo ontzettend leuk dat dit een keer een hele ander soort foto is. Want deze heb je waarschijnlijk met wat meer groothoek gemaakt. En met zo'n klein hondje geeft dat gewoon zo'n leuk effect met die bomen op de achtergrond. Dus ja, de pose en de manier waarop je hem gefotografeerd hebt vind ik echt super leuk. Het enige wat ik er zelf iets minder fijn aan vond waren de kleuren. Ik vond de kleuren wel vrij heftig. Vooral op de tackle zelf, want de tackle is een beetje groen geworden. En dat is hij denk ik niet van zichzelf, maar je ziet het op zijn borst en op zijn nek en op zijn kopje ook. Dat hij een beetje een groene waas heeft gekregen. Dus die had ik er zelf nog wel uitgehaald. Dat kun je gewoon in Photoshop redelijk makkelijk doen bij kleurtoonverzadiging. En ik had denk ik de bewerking zelf iets zachter gemaakt, iets minder heftig. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar in elk geval super vette foto, heel leuk bedacht om hem een keer niet met teles te doen, maar juist op meer groothoek. Dan een foto van Diede Schutte. En ja, hier moest ik echt lang over nadenken om echt een verbeterpunt te vinden. Want ik vind het echt een hele goede foto. Ik vind de pose heel cool, heel stoer. Nou ja, met die uilen, dat is al super vet natuurlijk. De kleuren zijn gewoon top. Belichting is top. Zelfs het witte overhemd is niet overbelicht. Wat ik daar wel aan zag, is dat het witte overhemd een heel klein beetje blauw er overheen heeft zitten. Nou, is detail, maar ik moest even wat zoeken. En wat je misschien voor de volgende keer ook had kunnen doen, is je hebt hem nu redelijk van recht naar voor gefotografeerd. Maar als je wat meer naar rechts was gegaan, dan had je wat meer langs de reling van de brug of van het hek kunnen fotograferen. Dan heb je meer diepte. Dan krijg je ook sneller die onscherpte, zeg maar, die dan gaat lopen op die brug. Dus dat had misschien mooi geweest voor wat meer dieptewerking. Maar ja, ik heb verder niet echt iets op deze foto aan te merken. Het is gewoon een mooie foto. En dan de laatste foto in deze video van vandaag is van Ellie van Tongeren. En die heeft een portret gemaakt van twee kindjes. Ik weet niet of het je eigen kindjes zijn, maar super lieve foto. Lieve pose zo met z'n tweeën samen. Ik vind de herfstsfeer mooi op de achtergrond. Ik vind hem ook heel mooi gekaderd. Dat je ze dus wat meer rechts hebt geplaatst in plaats van helemaal in het midden. Ja, dat vind ik echt heel leuk eraan. Wat me wel meteen opviel is de huidskleur van de kinderen en hun lippen. Die zijn wel grauw, alsof het heel koud was. Dus ik zou ze iets meer kleur in hun gezicht en lippen teruggeven, zodat het geheel er wat frisser uitziet. Dat zou je misschien ook in de achtergrond nog een beetje kunnen doen, want de achtergrond is iets bruin-oranje. Dus die zou wat mij betreft nog wel iets feller mogen. En wat mij opviel was, het meisje is net niet helemaal scherp. Dus je had misschien een iets kleiner diafragma kunnen kiezen. Zodat je het jongetje en het meisje scherp op de foto had gehad. Maar dat is altijd lastig als je een portret maakt met meerdere mensen. En let op je waar je afsnijdt. Want hij is aan de bovenkant net boven het kuifje is hij afgesneden. En het gaat nu net goed. Maar ik zou hem zelf... hij kijkt gewoon wat fijner als het iets ruimer gekaderd is. En je zou het op zich nog in Photoshop een stukje erbij kunnen photoshoppen. Ik denk dat de achtergrond zich daar wel voor zou lenen. En dan zou je om te compenseren iets aan de linkerkant bijvoorbeeld weghalen. Maar goed, dat kan je ook gewoon meenemen voor de volgende keer natuurlijk. Maar over het algemeen wel een hele lieve foto. Dat was deze editie van Let's Get Better. Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt. Dat je het een leuke video vond. En als jouw foto is langsgekomen, laat dan ook zeker even weten wat je van de feedback vindt die je gekregen hebt. Ik vind het nog steeds moeilijk om hoe ik nou echt precies feedback moet geven. En ben ik niet te streng of ben ik juist te aardig? Of dat vind ik nog wel even moeilijk. Maar ik probeer in elk geval jullie gewoon mijn zo'n eerlijk mogelijke mening te geven. Super leuk dat je nog steeds zoveel post in de groep. Ga daar vooral zeker weten mee door. Ben je dus nog geen lid, ga dan zeker even kijken. Linkje vind je in de beschrijving. En tot de volgende video!